Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij deze nieuwe video. Ik hou enorm van televisieseries, anders zou ik er zelf geen paar maken. Maar er zijn een paar series die ik nooit mis en één daarvan is La Casa de Papel. Ik heb elke aflevering gezien. En je zou mij van de eerste twee seizoenen en de eerste vier afleveringen van het derde seizoen een enorme fan kunnen noemen. En daarna ging het alleen maar bergafwaarts. Todo puede joderse en una milésima de segundo. Tot seizoen 5, die op dit moment in de maak is. Alle fans van La Casa de Papel zitten te wachten op seizoen 5 en denken dat het een geweldig seizoen gaat worden. Terwijl ik denk dat het een enorme anticlimax gaat worden. Waarom? Dat leg ik je uit in deze video. Even een terugblik naar seizoen 3. Seizoen 3 begon met de hele groep die ontsnapt was. En toen waren ze aangekomen in internationale wateren. Señores, acabamos de entrar en aguas internacionales. Hemos conseguido escapar, pero ahora viene lo más difícil. Mantenerse vivo. Iedereen blij? Nou, je denkt dus iedereen blij, iedereen vrij, iedereen vrolijk. Maar dat was dus waarschijnlijk niet zo. Want Netflix die had de serie overgekocht. De serie was eigenlijk klaar na seizoen 2. Dus die dachten, we kopen hem over. En we gooien er een hele nieuwe verhaallijn in. What are you, buddy? I'm Piso! Een van die makkers wordt dus gepakt door de schuld van de ander. En in plaats van dat ze denken we laten ze allebei stikken, gaan ze het hele team weer bij elkaar roepen. Voor het doen van een nieuwe overval waarvan de kans dat het goed komt nul is. Hay que convocar a la banda. Dan denk je dus, er is er één gepakt waardoor je een overval gaat doen waarop de kans om hem te halen nul is. Ja, dat klopt. Dus dat is gewoon ontzettend raar. Want omdat er één iemand gepakt is, ga je dat hele team oproepen om een falend project te gaan doen. Maar dat is wel het idee van La Casa de Papel. Ik kan het ook nog steeds niet goed uitspreken, maar dat. En een beetje het nadeel is, ze doen alles als een soort AliExpress versie van seizoen 2. Weer hebben ze de maskers. En alles precies hetzelfde zoals het in seizoen 2 was met gijzelaars, zichzelf opsluiten in een bank en al dat soort dingen. Dus het hele team komt bij elkaar met nog een paar extra mensen en samen gaan ze opnieuw zichzelf insluiten in een bank. Om te zeggen, wij hebben jullie goud en als jullie nou die ene man vrijlaten, dan doen wij nog steeds het goud jatten. En dan denk je, maar in ieder geval, de hele crew is er nog. Want vorig seizoen zijn er natuurlijk 3 mensen doodgegaan. Vorige 2 seizoenen. En dat waren 3 mensen die best wel geliefd waren door iedereen. En nu is het dus zoveel tijd later. En denken ze, de serie is van het afkillen van alle geliefde karakters. Dus het allergeliefdste karakter, Nairobi, werd ook nog gedood in seizoen 4 van deze serie. Ook bovendien, deze serie, de trailer van seizoen 3, had echt de meest gemene cliffhanger ooit. Doordat ons makkertje Berlijn daar opeens stond, terwijl dat was een flashback. Dus echt ontzettend teleurstellend. Andres. Dan aan het eind van seizoen 3 wordt Nairobi wordt neergeschoten. Die overleeft dat dan door een soort mislukte operatie die uiteindelijk wel lukt. Vervolgens gaat ze in een rolstoel zitten en net op het moment dat ze bijna uit die rolstoel is, wordt ze alsnog doodgeschoten door een makker daar, die heet Gandia en die was een soort veiligheidschef. Maar die was veiligheidschef van een bank, maar daarvoor was hij Black Ops Marinier. Waardoor hij een ontzettend goede vechter is, a.k.a. meneer, ik kan niet dood. Coronel, soy Gandia. Jefe de seguridad del Banco de España. He conseguido liberarme. De trailer van seizoen 4 begint met de tekst Everything can go to hell in a flash. Todo puede joderse en una milésima de segundo. Nou, dat zie je dus bij deze gehele serie. In de eerste 4 afleveringen van seizoen 3, perfecte serie. Daarna, de hel.
Maar in ieder geval, ja, het is gewoon teleurstellend. Het professor mens, wat altijd de goede keuzes maakte, gaat opeens verkeerde keuzes maken. Die gaat opeens niet meer slim zijn en dat soort dingen. En telkens dingen fout doen en zo. Terwijl hij rekening met alles hoort te houden. En dan besluit ons gehate hoofdkarakter Tokio ook nog eens om weer een revolutie te starten. En het is weer dat ze voor de tweede keer de macht probeert te grijpen. Tokio, baja la pistola. Je hebt een nieuw persoon, die persoon heet Bogota. Die heeft nul inhoud in de hele serie, behalve dat hij verliefd is op Nairobi. En net nadat hij de allereerste keer gezoend heeft met Nairobi, wordt Nairobi vermoord door een van die killers. Nou, de politieagenten die hebben Raquel Murillo te pakken genomen. En die bieden ze de vrijheid als ze opnieuw weer gaat verraden. Te ofrezco la libertad. Spoiler, eerst gaat ze verraden. Maar dan komt er iemand undercover erheen en die zegt Plan Paris gaat door. En dan besluit ze, oké, dan ga ik niet verraden. Eigenlijk heel teleurstellend. En in plaats van dat de politie buiten het gevaar is, is Gandia binnen in het gevaar. Want die kon door zijn duim te breken ontsnappen uit de handboeien. Dat kan echt. Moet je eens proberen. Zit je ooit vast in handboeien? Dan doe je of dit, of je gaat net zoals ik in Harm en Frode vlog 119 gewoon vechten met handboeien. Dat kan ook altijd nog. Wat heb je training? Hoe doe je je handboeien eigenlijk weer los? Nee. Weer een stuk of drie keer proberen ze een inval en die mislukt dan op het laatste moment door verdrijf. Door dit masker. Wij gaan ze zo weer staan. Iedereen weet wie ze zijn, maar ze gaan weer die maskers opdoen. En dan staan ze daar met neppistooltjes. En altijd door een slimme truc worden ze dan niet weer aangevallen door die mensen. Terwijl die mensen, als ze aan zouden vallen, meteen zouden winnen. En die ontsnapte man binnenin, die snijdt alle camera's los, waardoor de professor eigenlijk niks meer kan. En dan moeten ze zelf maar alles oplossen. Acabo de perder las cámaras de interior del banco. Blijkbaar is er een geheime bunker midden in het gebouw waarin Gandia, de chef, handgranaten verstopt heeft. En met die handgranaten gaat hij dan in liften gooien. En dan heb je nog eigenlijk het enige heilige aan de serie is het karakter Berlin. Het karakter wat stierf in de vorige serie. Maar die kwam toch terug in flashbacks. Maar in flashbacks wordt er een monster van hem gemaakt dat ervan geniet om anderen pijn te doen. Terwijl zo was hij helemaal niet, dat weet iedereen. Maar opeens is hij dat blijkbaar wel geweest. En eigenlijk het enige goede deel uit de hele serie is het einde. Het seizoen 3 einde. Dat is echt een geweldig moment. Aan het eind van seizoen 3 is Nairobi neergeschoten. En dan besluiten de politieagent om de aanval te doen. Echt een geweldig moment is dat. Want die komen aan met 1 panzerwagen en 2 auto's met 8 soldaten erin. En dat wordt het leger. Dan denk je, hé, die winnen nooit. En ze winnen ook niet. Wow. En Tokio en Rio. Die denken, hoe kunnen we deze 16 mensen op die wagens aan? En die komen met een geweldig plan. Rocket launchers. En dan maken Tokio en Rio de grootste fout. Want in plaats van dat ze allebei op een andere wagen schieten, schieten ze op dezelfde wagen. En dan denk je, oh, dit is het einde. Want 1 wagen is kapot, maar de rest valt aan. Want mission comes first. Het is nooit zo als jij in het leger zit en een soldaat naast je wordt neergeschoten, dat je dan denkt, shit, ik ga ook maar wegrennen. Nee, dan ga je door. Mission comes first. Zo werkt het leger. Dus natuurlijk is dat in Casa de Papel niet zo. Tokio en Rio, die schieten met die rocket launchers. 1 wagen schiet ze helemaal kapot. De andere 2 wagen zijn er nog. Maar die mannen gaan om een of andere reden, komen ze niet om te vechten. Dus de panzerwagen is kapot, de andere 2 wagens doen niks. Dus dat is altijd, mocht jij ooit zo'n heist ook willen doen, dat is de perfecte tip, is gewoon 1 wagen opblazen en dan doet de rest van de 2 wagens niks. Dat is gewoon een algemene geschreven regel. En toen werd het tijd voor de tune-in van Bella Ciao.
Dus door het neerhalen van één wagen lukt het blijkbaar het hele team om weer een aanval af te slaan. De volgende aanval denken ze niet weer. We halen de wagens met rocket launchers neer, maar met een uitvaart. Vet raar. Trouwens, echt gewoon vet raar. Maar daarom verwacht ik ook niet veel van seizoen 5. Wat ik wel verwacht van seizoen 5 is 1. Iedereen behalve Tokio gaat dood, want Tokio vertelt het verhaal. 2. De zoon van Nairobi gaat nog een rol spelen om een of andere reden. Geen idee waarom. 3. Tokio en Denver worden een stelletje. 4. Helsinki gaat als allereerste dood. En 5. Is Raquel Murillo en de professor zien elkaar nooit meer in real life. Nou, we spreken elkaar natuurlijk na seizoen 5 van Casa de Papel weer. En dan ga ik jullie eens goed vertellen dat ik gelijk had. Maar om precies deze reden, dat ik denk dat er zoveel mensen doodgaan, heel veel geliefde karakters, denk ik dat seizoen 5 een beter seizoen wordt dan seizoen 4. Dat is ook niet moeilijk, want seizoen 4 was een ultiem dieptepunt van de serie. Maar nog steeds denk ik dat het niet een ontzettend goed gevoel is, want we hebben ons natuurlijk één zijn we gaan voelen met de karakters van La Casa de Papel. Het zijn nu onze vrienden. En we willen niet dat ze doodgaan in de serie. Maar het maakt de serie wel een stuk geloofwaardiger. Want het hele plan waar ze op roeren, dat slaat nergens op. Dus ik zou zeggen, zet je maskers op. Pak je wapens erbij. En ten aanval maar. En dat wordt het nieuwe seizoen. Dus ik richt me nog één keer tot de hele crew die het nieuwe seizoen van La Casa de Papel gaan maken. Met de vraag, willen jullie proberen er een mooi afsluitend verhaaltje van te maken? En zorgen dat het lekker geloofwaardig is. En dan ga ik zeker kijken. En ik laat jullie natuurlijk weten hoe seizoen 5 was. Hij is nog lang niet uit, dus dat gaat nog wel een half jaar duren. Maar ja, we hopen maar het beste. Bedankt voor het kijken naar deze gloednieuwe negatieve video. Ik vond het heel leuk om een keer negatief te zijn over deze goede serie. Want ik verwacht dat seizoen 5 niet meer zo goed wordt als seizoen 1 en 2. Maar we zullen zien. En dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Tot ziens, tot later.